Kringlooplandbouw op Texel. Een schapenboer werkt samen met een melkveehouder en akkerbouwers. Wat zijn de voordelen hiervan en hoe kan je lokale producten vermarkten? Familie Bakker heeft 400 schapen en de melk wordt verkaasd. De schapen worden door Jan Willem gewijd op het oudste deel van Texel en de bedrijfsvoering gaat steeds meer naar kringlooplandbouw. Je ziet dat dingen heel snel veranderen nu. We gebruiken bijvoorbeeld geen kunstmest meer. We gebruiken nagenoeg geen ontwormingsmiddelen meer. Het weer verandert. Het is een paar hele droge zomers. Die schapen moeten ontzettend snel schakelen. Maar je ziet dat er bepaalde dieren zijn die daar weinig tot geen moeite mee hebben. En het is leuk om met die dieren die zich makkelijk aanpassen om daarmee verder te gaan. Dus dat je het dier als het ware aanpast aan de nieuwe omstandigheden en niet die omstandigheden via een zijweg nog weer aan gaat passen, zodat het oorspronkelijke dier het toch weer redt. Hij vindt het werken met de natuur belangrijk en wil zo min mogelijk diergeneesmiddelen gebruiken. Er zijn van die gebiedjes onder de dijk waar af en toe die zilte kwel komt en daar zie je dus allerlei planten. Zekra, lamsoor, zeeaster, noem ze maar op. Ja, we brengen daar meestal lammeren naar die gebiedjes. Ik heb zo'n gebiedje vlakbij de horen waar ik naartoe mag. Als je die lammeren daar loslaat op het perceel, dan staat er van alles. En het eerste wat ze doen is, ze zoeken die zilte planten op en die beginnen ze te vreten. En die zilte planten, naar wat nu lijkt, werken die worm afdrijvend. Dus in plaats van een chemische ontworming, kun je als het ware met zo'n min of meer apothekersveldje, kun je die beesten weer clean krijgen. Jan Willem wil graag dat zijn schapen in het najaar voldoende kunnen eten. En hiervoor zoekt hij samenwerking met een melkveehouder. Een schaap die richting het najaar eigenlijk niet meer de capaciteit heeft om vet te groeien, is ook niet in staat om twee lammetjes groot te maken in het voorjaar. En wij kunnen natuurlijk de natuur een beetje helpen door die schapen zo richting de dektijd het wat beter te geven. Dus zo nu en dan wat omweiden. En om dat omweiden een beetje te kunnen realiseren, hebben we eigenlijk wat extra ruimte nodig. En die ruimte die krijgen we ook omdat we richting melkveehouders kunnen in het najaar. De koeien die gaan richting oktober op stal, dus er groeit nog volop gras. En je kan daar eigenlijk ook niet meer met een trekker in komen, omdat het gewoon te nat wordt. Maar het gras moet er wel af. En daarvoor zijn die schapen uitgevonden. Die schapen die vreten dat gras eraf en daar is die koeienboer bij gebaat. Het gaat mooi kaal de winter in en die schapen die groeien daar fantastisch op. Naast het contact met de melkveehouder is er ook een samenwerking met akkerbouwers. Sinds een aantal jaren werken we samen met een tweetal akkerbouwers die graan en erwten voor ons verbouwen voor de schapen. Maar het geeft mij een erg goed gevoel dat ik de spullen hier van het eiland af kan halen. Dit is de haven die Jan Willem heeft gekocht van een collega akkerbouwer hier, ik denk 2-3 kilometer uit de buurt. Nou, en die collega akkerbouwer die krijgt van Jan Willem 20 cent voor, waar hij er normaal 17 cent voor zou krijgen. Dus die is blij met Jan Willem en Jan Willem is blij met een krachtvoerachtige uit de buurt. Jan Willem wil als eiwitbron erwten gaan voeren en die haalt hij bij het akkerbouwbedrijf van de broers Klaas en Kees Lab. Kijk, en als wij dat in dat hele verhaal kunnen telen en Jan Willem kan het van het eiland zelf afhalen en het hoeft niet van ver weg te komen, dan zit er wat mij betreft alleen maar voordeel aan. De ert dient ook als een rustgewas dat goed is voor de bodem. Het geeft natuurlijk stikstof in plaats van dat hij neemt. Dus, het is voor je doorworteling goed. Het vergt niet veel van je grond. Het is gewoon een heel mooie volvrucht voor het jaar erop. Ze willen de erwten niet alleen als veevoer gebruiken. Een initiatief die lokale producten wil vermarkten is dapper. Deze erwten willen we verwaarden, zodat ze ook voor humane consumptie meer waard worden. En zo hebben we ondertussen plannen om ze gewoon zo in zakjes te verkopen.
maar ook erwtensoep te maken, zodat mensen ook meer gaan waarderen wat er uit de grond komt, de ketens korter worden. Ja, je merkt dat mensen steeds bewuster worden, vragen naar streekproducten en zo dus ook Texels producten willen gebruiken. De pasta van de Gebroeders Lab. Een prachtig artikel voor hier in de winkel voor Texelse producten. Nou, zoals je ziet, van bier tot drank, van honing tot soep. Ook het lamsvlees van bakker vindt zijn weg naar de consument. Nou, hier zie je een boerderij De Waddel. Dus dit lam komt bij de familie Bakker vandaan. Texels lamsvlees staat bijvoorbeeld bekend om de bevleesdheid, om de smaak. Maar de smaak komt niet ten goede als je ellenlange transporten gaat doen. Dus hoe korter de lijn, hoe beter. Via Dapper wordt het door heel Nederland verspreid, maar het komt ook in de boerderijwinkel van de familie Bakker terecht. De mensen hebben een boekje van de Texelse producten, ze weten waar de kraampjes aan de weg staan en dat willen ze. Ze willen meer lokaal. Dapper ziet nog een meerwaarde als Jan Willem eiwitten voert van eigen bodem. Er zijn elk jaar meer dan 1 miljoen mensen die te gast zijn op het eiland. En die komen hier omdat ze van dit eiland houden en van het landschap. Nou, wat we met Dapper voor ogen hebben, is dat we een relatie aangaan met die mensen die van het eiland houden, om mee te investeren in ook een toekomst voor dat landschap, maar ook voor de boeren die dat landschap voor ze beheren. Het landschap wordt gevarieerd, want door producten te kopen stimuleer je akkerbouwers om het bouwplan te verruimen. En dat kun je wel overlaten aan de Gebroeders Lab. We telen aardappels, spinazie voor zaad, suikerbieten, graan, graszaad, blauwmaanzaad, nou ja, erwten. Mosterd hebben we nog. De familie Lab teelt extensief. Voor de gewassen blauwmaanzaad en mosterd gebruiken ze geen pesticiden. Door de verschillende teelten en rustgewassen wordt de bodem minder eenzijdig belast, wat het bodemleven ten goede komt. Nou, kijk hier achter boerenwei op dit land hier. Daarachter zie je het land, dat is wat natter. Nou, dat is echt een heel mooi stuk voor weidevogels. We hebben er wel eens een keer op die 2 hectare wel een keer 32 nesten gehad, waaronder grutto's, tureluurs, kieviten en scholexers. En dat ligt eigenlijk in de rand van de natuur, maar dat is eigenlijk ook weer mooi omdat je daar wel gewoon nog wel de voeding in de grond hebt en een mooi een beetje. Het is wat nattig, bloemenrand staat er omheen, dus je hebt veel insecten. Dus zo creëer je ook gewoon een soort van eigen natuur. Als je er oog voor hebt, kunnen akkerbouw en weidevogels dus goed samengaan. De broers hebben er plezier in en produceren steeds meer eiwit van eigen bodem. Ja, we telen nu ook quinoa, proberen we al een paar jaar en het gaat steeds beter. Ja, goed, we zitten soms wel verder te kijken naar andere gewassen ook, wat je hier goed kan telen. Ja, zoals lupines willen we dan volgend jaar een deel proberen. Ja. Om te kijken als we daar ook qua teelt goed mee uit de voeten kunnen. En daar is misschien ook wel een mooie afzetmarkt voor. Twee kanten op. Voor de humane en voor de dierlijke consumptie. Dus dan heb je eigenlijk geen afval. De familie Lab is gewend aan veel verschillende teelten. Mijn vader was ook altijd al zo. Ze noemen mijn vader ook Jaap Zeetje. Dus, dat was niet. Dat was omdat hij altijd al van alles probeerde. Dus dat is. Die genen hebben wij ook een beetje meegekregen. Dus, als je wat wil, dan moet je het gewoon proberen. En, moet je niet te veel over praten, dan moet je gewoon doen.